De Studio, school voor wereldwijs onderwijs. Wat is dat? Wel, we zijn een school waar we jongeren klaarstomen voor de wereld van vandaag en morgen. Ik geef een paar voorbeelden. Technologische ontwikkelingen, invloed van media, mondialisering, onze plaats in de samenleving. Het zijn slechts een paar voorbeelden van heel snelle veranderingen in onze wereld. De Studio hetst graag onze jongeren op hun eigen reis daarin en hecht belang aan zelfsturing, samenwerken, communiceren, creatief denken en zo verder. Hoe doen we dat? We werken vanuit 4 centrale pijlers in onze schoolvisie. De eerste pijler luidt inspiratie en motivatie. Wat is dat? Wat leuk is dat onze leerkrachten hun lessen uitwerken over thema's die ons echt interesseren. Zo merken we dat ze de moeite doen en hun motivatie stimuleert onze motivatie. We werken vaak in projecten. In die projecten wordt in verschillende vakken rond hetzelfde thema gewerkt. Zo leren we verbanden leggen. En leren we alles vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. We werken ook vaak in sporen. Dat zijn eigenlijk een soort niveaugroepen. Dat zorgt ervoor dat we steeds voldoende uitdagingen vinden. Die uitdagingen zijn soms zeer complex, maar zo is de wereld nu eenmaal. We zijn dus liever goed voorbereid. En ik denk dat dat in de studio zeker lukt. Onze tweede pijler in onze schoolvisie luidt ondernemingszin. Waar staat dat voor? In de studio mogen we meebeslissen hoe onze school er zal uitzien. We krijgen dus inspraak over het schoolreglement. Zo leren we ook debatteren. Maar ook naar inhoud beslissen wij soms wat er gebeurt. Zo hebben we in atelier een heleboel leuke en interessante zaken die aan bod komen. Arabisch of Japans of een andere vreemde taal leren. Intensief sporten, zoals voetbal, dansen of skateboarden. Ons creatief best loslaten in kunst en muziek. Onze interesse in wetenschap, techniek en engineering en wiskunde uittypen in STEM. Het in de markt zetten van een eigen product. Helaas, na contact met de ontmijningsdienst, mochten we geen bom leren maken op school. Ergens zou begrijpelijk. Ook wordt er tijd gemaakt in coaching om te leren plannen. Maar ook efficiënt en zelfstandig werken komt aan bod. Coaching is ook een ideaal moment om te peilen naar het welzijn van onze leerlingen. De derde pijler van onze schoolvisie is verbinding. Elk jaar gaan we op kamp. Dat is echt geweldig. Leuk. Tof. Fenomenabel. Super. Awesome. Epic. Super. Prachtig. Top. Super. Cool. Fantastisch. Top. Super cool. Super nice. Bare. Zo leren we elkaar echt heel goed kennen en durven we snel onszelf zijn. Maar ook de leerkrachten leren we zo kennen en dat schept echt een band. We mogen ze zelfs met hun voornaam aanspreken. Het is leuk, omdat we zo het gevoel hebben dat ze tussen ons staan. Momenten in zijn lesuur waar we niet bezig zijn met leerstof. We hebben het wel over hoe we met elkaar moeten omgaan. Of we hebben het in Momentum ook over hoe we het best organiseren en hoe we best studeren. En we volgen er ook de actualiteit en alles wat ons bezighoudt in het dagelijkse leven. Wekelijks hebben wij ook een afspraak met onze coach. Daarin wordt besproken hoe we ons voelen in de studio. Maar onze coach helpt ons ook met plannen. We worden hiertoe gestimuleerd en opgevolgd. En dat allemaal zodat we ons goed zouden voelen in de studio. En eerlijk, ik voel me top. Super cool. Fantastisch. Trots. De max. Legendarisch. Top. Als laatste pijler, als vierde pijler, hebben we kritisch denken. De wereld waarin wij leven evolueert zeer snel. Wat ervoor zorgt dat er een overvloed aan informatie op ons afkomt. Helaas wordt niet alle informatie gefilterd om de zin van onzin te onderscheiden. Dat filteren leren we dus het liefst zelf. De centrale vraag is steeds, hoe weet je dat? Tijdens Momentum leren we omgaan met diverse meningen. En leren we werken met verschillende bronnen. Dit zorgt ervoor dat we lekker mondig zijn. En dat gebruiken we zeer graag. Dank u wel. Opnieuw.